Welkom weer bij Proeven met Rick. Wij duiken dieper in de vier basisingrediënten waarvan we bier maken. Water, graan, hop en gist. En vandaag, je had dat waarschijnlijk al gezien, gaan we het hebben over granen. Bedenk je eventjes, graan is een paraplu-titel, zoals bier ook een paraplu-titel is. Onder bier vallen heel veel verschillende biersoorten en onder graan vallen uiteindelijk heel veel verschillende graansoorten. Van vrijwel elke graansoort kun je bier brouwen, maar je zult er altijd iets mee moeten doen met dat graan. Gerst is de meest gebruikte graansoort voor de bierbereiding, is ook eigenlijk de enige graansoort die je op zichzelf kunt gebruiken om bier mee te bereiden. Pils is doorgaans gebrouwen volledig uit alleen maar gerst. Maar tarwe speelt een grote rol, bijvoorbeeld bij wit- en weizenbieren. Je kunt ook andere granen zoals haver, rogge, mais, rijst, de list goes on and on, kun je allemaal gebruiken voor de bierbereiding. Allemaal geven ze uiteindelijk hun eigen smaakkarakteristieken af aan het bier. Gerst heeft doorgaans die biscuitachtige brodigheid. Tarwe altijd wat fris, wat zuurig, wat romig. En zo hebben ze allemaal hun eigen smaakafgifte. De kleur van bier wordt bepaald door het mengsel aan granen dat je gebruikt. Ik heb hier op tafel wat willekeurige voorbeelden staan. Dit zijn allerlei moutsoorten die we meteen kunnen herleiden naar hun kleur. Dit is Vienna mout, op hele lage temperatuur gedroogde moutsoort. Ik kom daar later op. Dat geeft een heel blond gekleurd bier. We hebben hier een soort chocolate mout, waardoor er al meer chocoladekleur, maar ook chocoladesmaak aan je bier gaat komen. En de laatste hier is een dark coffee roast, dat is nog extremer gedroogd. Het bier wordt nog donkerder en gaat nog extremer smaken naar bittere tonen, zoals je die kunt kennen uit koffie. Ter verluchtiging heb ik hier nog even een mooi setje verschillende moutsoorten staan van een hele beroemde Duitse moutmakerij, Weiermann. Je ziet, er zijn heel veel kleurschakeringen mogelijk en de brouwer kan met al die kleurschakeringen spelen voor het gewenste eindeffect. Wat de brouwer allerlei opties geeft, dat is dus die verschillende soorten mout. Maar hoe ontstaan nou die verschillende soorten mout uiteindelijk? Wel, granen, we gebruiken daar de graankorreltjes voor. Dat zijn in principe niets anders dan plantjes in wording. Om een plantje te kunnen worden, zit de brandstof voor het groeiproces al in dat korreltje. En dat zit erin in de vorm van zetmeel. Met zetmeel kan een brouwer niets, die heeft namelijk strakjes suiker nodig om te eten te geven aan de gist, die dat gaat omzetten in alcohol en koolzuur. Maar wat doe je nu als mouter, want dat is een mouter die in een mouterij werkt, die behandelt de granen om ze geschikt te maken voor het bierbrouwproces, die neemt feitelijk die graankorreltjes een klein beetje in de maling. Hij laat ze de idee geven dat ze een plantje mogen worden. Dat doet hij door ze warm en nat te maken. En dat is een signaal voor die korreltjes van hey, het is het ideale moment om ons te gaan ontwikkelen tot plantje. En dan begint er een enzymatisch proces te spelen in die korrel. Die begint de zetmelen alvast om te zetten naar suiker. Suiker is uiteindelijk ook voor het plantje de brandstof waarmee die kan gaan groeien. Wat wij natuurlijk niet willen is dat hij ook echt als plantje gaat groeien. Dus op het moment dat de korreltjes beginnen te kiemen, dan wordt in de mouterij dat proces stopgezet. Dat doen we tegenwoordig door er warme lucht doorheen te blazen, want temperatuur stopt dat proces. Vroeger werd dat gedaan door onder een vloer waarop die korreltjes lagen gewoon een fikkie te stoken, waardoor het heel warm werd. Het werd eigenlijk altijd wel zo warm dat al die graankorrels gewoon gingen roosteren en gingen branden. Dus je had vroeger ook bijna alleen maar donker bier. Tegenwoordig kunnen wij de temperatuur veel beter controleren en zo kunnen we al die verschillende schakeringen creëren. Want in die mouterij, als dat kiempje begint te komen, dan laat de moutmeester warme lucht door de graankorrels gaan. Daardoor stopt dat kiemproces en in dit drogen, dat heet technisch eesten, kun je natuurlijk nog steeds spelen met de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur door de moutmeester wordt gezet, hoe meer uiteindelijk de gevormde suikers al wat gaan karamelliseren, hoe meer de korrels al iets meer geroosterd, getoast, tot zelfs gebrand kunnen worden. Geroosterd, getoast, gebrand. En zo ontstaan al die verschillende moutsmaken. Niet alleen verandert de kleur van die korrels, en dat bepaalt dus uiteindelijk de kleur van je bier. Die verandering, het is feitelijk een soort Maillard-reactie die er plaatsvindt. Die zorgt er natuurlijk ook voor dat er een smaakverandering optreedt.
Als suikers gaan karamelliseren, zul je ook een beetje karamel gaan proeven. Als de graankorrels iets geroosterd worden, dan zul je die roostsmaak ook gaan proeven in jouw bier. Worden ze iets pittiger nog gebrand en worden ze nog donkerder, dat je die chocoladeachtige tonen kunt gaan verwachten, of zelfs die koffieachtige tonen. Alles gebeurt wat dat betreft in de mouterij. Granen. Je kunt alles gebruiken, maar je zult die graankorrels over het algemeen altijd moeten behandelen in het moutproces, waarbij vooral bij het eesten de kleur van het bier wordt bepaald en daar hangt heel nauw ook de smaak van het bier uiteindelijk aan vast. Amberkleurige mout, die zou hier tussenin passen. Karamelmout, karamout heet dat wel mooi. Ja, dat geeft dus die karamelachtige smaak. Je kent het bijvoorbeeld van de speciaal Belgische, van de palm. Vienna mout of pilsmout, die is nog iets lichter. Daar kun je prima pils mee maken. Je kunt dit mengen en zo kun je alle mogelijke kleuren en smaken in jouw bier gaan krijgen. Tot en met hele diepdonkere stouts aan toe. Laatste geinig dingetje over mout. Hoe wordt dat vervoerd? Nou, hoe groter een brouwerij is, hoe groter de aanvoerlijnen zullen zijn. Hele grote pilsbrouwerijen laten dat per boot of per vrachtwagen aanvoeren. Maar de meeste wat kleinschalige brouwerijen kopen dat gewoon in zakken. Zoals je ook wel misschien cacaobonenzakken of koffiebonenzakken kent. En het leuke is van die mooie moutzakken kun je uiteindelijk ook weer geinige dingen laten maken. Zoals een handige rugzak. Dit is overigens een moutzak die oorspronkelijk gebruikt werd bij Holland Mout. En dat is de mouterij die op het terrein van de Bavaria brouwerij in Lieshout staat. Prachtig stukje circulaire economie. En nog handig ook, want die moutzakken zijn supersterk, waterdicht, slijtvast. En het ziet er gewoon geinig uit. So much for mout. Volgende aflevering gaan we nog hebben over hop en over gist. Blijf ontdekken, blijf genieten. Dare to think different. Oh, wat is het leven mooi.